Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we goed zien dat over het zuidwesten van het land wat wolkenvelden trekken. Voor de rest schijnt overal de zon al flink. In de loop van de ochtend zullen de wolken in het zuidwesten geleidelijk aan verder wegtrekken. Dan halverwege de ochtend is het een graad of 20. Vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 20 tot 22 graden in de kustgebieden. Dat komt door een noordelijke wind, die is zwak of matig. Verder landinwaarts wordt het nog een zomerse 25 tot lokaal 27 graden. En volop zonneschijn daarbij. Ook vanavond een heldere hemel. In de kustgebieden een graad of 17. Diepe landinwaarts eerst nog een warme 20 tot 22 graden. Morgen zien we veel meer wolken in het weerbeeld. De temperatuur doet al een stap terug. 19 tot lokaal nog een zomerse 25 graden. Op de meeste plaatsen is het nog steeds droog. Op dinsdag komt daar wel verandering in. Dan in het oosten en noordoosten kans op wat lichte regen. En met 19 tot 22 graden is het eventjes gedaan met het zomerse weer. En ook staat er meer wind. Vanaf woensdag schijnt de zon weer vaker en komt ook de zomerse temperatuur weer terug. En lokaal valt nog wel een enkele bui. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.